Welkom bij Delfshaven TV. Nu een portret van Jos Exler, couturier in de Havenstraat in historisch Delfshaven. Ik zit hier bij Jos Exler, die zit 40 jaar in de couture. Ze is gevestigd in historisch Delfshaven aan de Havenstraat. Jos, kan je iets vertellen hoe jij daarin terecht bent gekomen en wat jou fascineert daarin, wat jou drijft? 40 jaar geleden, dat is dus 1974, had ik een winkeltje, atelier, geopend in Krimpen aan de IJssel. Maar dat was niet een winkel met couture, maar dat was een winkel met prachtige ontworpen truien. En die werden dan gebreid door dames. En toen dacht ik, hey, mooie stoffen inkopen en dan kleding maken, maar ook weer origineel, ook weer anders. Creativiteit is heel belangrijk voor mij. Hoe onderscheid jij je nou? Wat is jouw kenmerk, zou je kunnen zeggen? Gewoon Jos. Gewoon Jos? Ja, gewoon Jos. Ik kan er niks anders van maken. Ik ben gewoon Jos. Het is gewoon. Maar waar zien we dat in, Jos? Ik weet dat je heel veel met zijde werkt. Kleur. Handbeschilderd. Kleur, inderdaad. Ja, en luisteren naar de klant. Wat wil de klant? En dan doe ik daar dan weer een schepje bij. Dus samen met de klant komen we tot een ontwerp. Voor een bruiloft. Voor een afstuderen van een promotiefeest. Voor een oudere bruid. Dat is wel heel belangrijk. Er komen steeds meer dames van 50, 60 die zeiden, ik ben gevraagd, dus ik wil een leuke feestelijke bruidsjurk. Die je dan na de hand ook weer kan gebruiken. Dan maak ik hem korter. Ik doe er iets mee dat ze de rest van hun leven daar weer mee kunnen doen. De show waar ik bij was, dat was de tweede show, geloof ik. In de grote kerk of de oude kerk. Ja, de Pelgrimsvaderskerk in historisch Delfshaven. En de eerste show was in het Wereldmuseum. Ik heb dus een jaar lang toegeleefd naar dat 40-jarig jubileum. En ik dacht, ik ga gewoon, al ga ik er failliet aan, ik wil een hele grote modeshow. Het kostte dus ook heel veel geld, maar goed, dat wilde ik gewoon. En nu merk ik toch dat er gebeld wordt. Wat een leuk, wat een fantastische modeshow. Geweldig. Ik kom een afspraak maken. Dus het werkt ook wel weer naar mijn winkel toe op een goede manier. Ben je tevreden en ga je door? Ik ga zeker door, want ik vind dit enig. Het liefst zou ik willen dat de telefoon ging. En ik heb 150 mensen voor hem van een bedrijf. Wil jij komen om een avondvullend programma te maken? Dus dat ze. Dat ik niet hoef te denken, oh, wie ga ik allemaal uitnodigen? Nee, ik maak de show, een theatershow, art fashion, muzikale art fashion. Boek mij. Ik wil overal naartoe, alleen op hele bijzondere locaties.